Hoi, leuk dat je bekijkt. Het is weer tijd voor een Star Wars helm. Dit was de vorige, de Mandalorian. Twee weken geleden kon je via Instagram kiezen voor welke helm ik als volgende ging bouwen. Je kon kiezen voor Boba Fett, Luke Skywalker, een Scout Trooper of Darth Vader. Darth Vader had ruim gewonnen, 75% van de stemmen. En zoals beloofd, Star Wars Darth Vader helm is de kom uit de tweede lijn helmen die Lego maakte. Het is uitgebracht in april 2021. Er zat 834 steentjes. Lego set 75304. 18 plus reeks. Ik zal het doos openmaken. Uiteraard het boekje. Met gelijk een spannende foto, Darth Vader met Prinses Leia te zien. De creative director van Lego Star Wars. Ik heb ook zo'n foto erin staan. Uiteraard weer een brick separator erbij. Met een mooie verzameling. Er zitten wat leuke dingen in. Vaak zitten er nog wat feitjes her en der verstopt in de boekjes. Het valt me eigenlijk een beetje tegen deze keer. Nou, gewoon de pure instructies. Dus het boekje. Doos even aan de kant. Oké, pakketje 1. Met de separator. Pakket 2, fijne kraken plastic, een heel kleurige nummer 3, dat is vooral binnenkant 1, veel contrastkleurtjes, nummer 4 en nummer 5 en een heel klein stickerbel. We gaan beginnen. En dit is het eindresultaat. Darth Vader. De Lego 75304 set van Star Wars. Hij is ietsje groter dan de Mandalorian die ik al eerder had gemaakt. En ja, hij ziet er knap uit. Goed design weer van Lego. En ik heb er iets langer over gedaan dan anders, maar dat niet zozeer dat het zo moeilijk was, maar ik had gewoon weinig tijd. Dus jullie kunnen weer kiezen voor de volgende. Jullie kunnen kiezen tussen Boba Fett of Luke Skywalker. Laat me weten in de comments welke het gaat worden. Ik zal nog een polletje zetten op Instagram. Laat me weten welke het gaat worden, Boba Fett of Luke Skywalker. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Ik zit bijna aan de 200 abonnees. Dus dat betekent dat ik er nog een dikke 800 nodig heb. Dus lijkt veel, maar voor mij moet dat zo geregeld zijn. Vergeet niet te liken en te abonneren en tot de volgende keer. De laatste heeft ruim gewonnen, 75% van de stemmen. Dit is hem geworden, eindresultaat. Darth Vader.